We zijn aangekomen in het hotel. Even een kleine update over de Lambo van Danny. Ja, oh, ja, 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 daar gaat ze, wacht. Een hele goede morgen, dames en heren, meisjes. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik voel me alweer een stuk beter, in tegenstelling tot Danny. Ik voel me ook goed hoor. Ik voel me echt top. Helemaal top. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van Vincent Visser. Danny is gisteren uit geweest, maar ik heb toevallig vandaag een meeting met Coca-Cola in Rotterdam. En Danny woont in Rotterdam. En zijn eigen auto is naar de spuiter vanwege die idioot die ging krassen zetten. Dus Danny rijdt gezellig mee. Goed zo, jongen. We zijn aangekomen in Rotterdam bij Coca-Cola. Danny is weg. Danny hebben we al lekker afgezet al. Daar zijn we. Wat lijkt? Hé, hey, Jopie! Laat me hier, raak mij aan. Oh, eindelijk mag ik iemand aanraken. Daar staat hij, raak mij aan. Oh, graag. Nou, doen ze gelijk aan. Is dit, oh, dit is een fabriek. Waar staat deze dan? Oh, hier, de Nederlandse Coca-Cola fabriek. Goedendag en welkom bij de Coca-Cola fabriek. Staat hij in beeld. Lekker. Wacht. Hé, hey, oh. Oh, oh, zo. Hé. Hey. Aha. Nou, jongens, we hebben een meeting gehad en we zijn weer klaar. Heldere tekst. Goed hè? Ja. Duidelijk en helder. Hoe ik het wil hebben. Hebben we jou echt lang niet gezien eigenlijk hè? Deze mensen die kijken. Ja. Ja, ik ben 3 weken weg geweest. Je bent alleen maar gaan skiën. Ik ga morgen skiën! Ja, leuk. Lekker hè? Ik wens je veel plezier, Jopie. Dankjewel, maat. Kijk eens even aan, we zijn weer terug in Amstelveen. Ja jongens, morgen gewoon op wintersport. Ik heb er hartstikke veel zin in en ik hoop dat ik morgen echt 100% beter ben. Ik ben nu sowieso voor 80% al beter. Ik heb alleen nog een beetje die holtes die een beetje vol zitten, maar voor de rest voel ik me eigenlijk best wel goed. Een tijdje terug met kerst zijn we ook op wintersport geweest. Alleen toen mocht Ruben nog niks doen, want hij mocht geen dingen doen die inspanning gaf op zijn hart. Dus hij mag, nu mag je sinds kort, mag je weer sporten, mag je weer, dus ook skiën. Dus daarom zei mijn moeder van oké, laten we gewoon gezellig gaan met z'n drietjes. Want mijn pa die gaat ook met vrienden volgens mij weg. Dus vandaar, spontaan idee. En we gaan best wel lang, van morgen gaan vertrekken om 9 uur. En dan zijn we op donderdagmiddag weer terug. Dus eigenlijk, best wel een tijdje. Hey, levensgenieter. Van het terras ben ik maar even hier gegaan. Mooi. Was je net op het terras? Ja. Goed hoor. Ja. Fijn. Lekker is. Weet je, ik vind het fijn dat je het zo fijn hebt. Ik vind het fijn dat jij weer fijn bent. Ik ben al echt een stuk fijner. Ik voel me goed. Het enige wat ik nu nog heb is gewoon dat ik merk ik gewoon zeg maar nog, het slot zit nog in mijn lichaam. Snap je? Ja. Met adem voel ik gewoon een beetje hier. Stomen. En hier, ik moet even stomen, maar voor de rest voel ik me helemaal top. Klinkt ziek man. Of de Turk stoombad moet je in. Oh, dat is ook wel goed. Ja. Ga je weer samen met oom Wim? Ga jij, nee, ik ga zo lekker naar Oude Kerk. Ik ga denk ik ook even lekker een drankje doen daar. In je eentje, soms wel. Nee, met dat mokkel daar op de bank. Een kokkelvis. Kokkelvis. Nee. Geintje. Ga gezellig even een drankje doen. Hé, jongens, wat is het toch een fantastisch mooi weer. Hé! Hey! Oh, oké. Doe het normaal. Hé, doe het normaal. Kijk eens hoe leuk, jongens. We zijn op het strand. Wat enig. Kom maar. Echt een dinner date. Zo. Ja, is wel gezellig zo, jongens. There you go, bro. Dank je. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. We gaan op vakantie. Ik had mijn wekker in plaats van 6:30 om 7:30 gezet. Dus 7:30, dus dat is niet zo slim. Maar ik heb mijn spullen gepakt. Alles zit erin. Ik heb niet heel veel mee eigenlijk. Deze en gewoon deze zit mijn GoPro in. En mijn laptop en zo. Maar het is tijd om te gaan. We zijn aangekomen in het hotel. En Ruben heeft gereden. Wat doe je dat toch goed, jongen? Dankjewel. Het is echt fantastisch. Jij hebt het goed gedaan. Ik heb, oh ja, mama heeft ook gereden. En ik heb lekker geslapen eigenlijk de hele rit. Bijna muziek geluisterd. Maar het was top en jongens. Maar, voel je je wel iets beter nu? Of, Ja, ik voel me wel wat beter. Oh ja, moet je mondkapje op hier nog? Ja, het is weer nieuw volgens mij. Verdorie. Maar jongens, het is fantastisch weer. Alleen wat wij ook net zeiden. Wij komen hier altijd meestal met kerst. En dit is de eerste keer dat we hier zijn zonder dat het kerst is. Dus het is wel een beetje gek. En normaal gesproken zijn we met een hele grote groep.
Ook met Bas, die ken je misschien ook wel van de vlog. Echt veel mensen zijn hier al. En nu zijn we met z'n drieën, dus dat is toch een beetje gek. Het voelt heel anders. Zo, dit is het. Het is klein, maar meer hebben we ook niet nodig. Kijk dan hoe gezellig. Wat knus. Dit is het kamertje voor iemand. Wie? Weet ik nog niet. Voor mij. Voor jou? Ga jij daar? Ik ga alleen slapen. Oh, nou, mama gaat hier. Dan hebben we hier een heel gezellig balkonnetje. Kijk jongens, dit is wel echt leuk. Och, kijk, zitten allemaal met gezellige mensen bier te zapen. Dan gaan we verder hierheen. Dan hebben we hier dus waar Ruben en ik gaan slapen. Heb je hier een soort van tafeltje waar je kan eten. Echt grappig, klein. En dan hier nog een balkonnetje met een ander uitzichtje nog daarheen. Nou jongens, perfect. Het is leuk, klein, maar meer heb je niet nodig. Zo, heerlijk in bed. Oh, wat lekker, hè, jongen. Zo, ik heb zin om te slapen. We zijn net lekker uit eten geweest en we hebben gewoon eventjes het hotel verkend. Er is ook een zwembad, maar dat laat ik jullie nog wel zien in deze video. En een sauna, daar kan ik helaas niet filmen. Het zou een beetje gek zijn natuurlijk, hè. Maar goed, ik ga nu even lekker een serietje kijken en dan ga ik heerlijk slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen vanuit Oostenrijk, jongens. Kijk eens even hoe lekker dat wakker worden is. Zo, goedemorgen. Moeders heeft al lekker ontbijtje gehaald. Dus dat is helemaal top. Het zit er allemaal bij. Kaas. Croissantjes waarschijnlijk. Jongens, genieten. Kijk eens eventjes lekker ontbijtje zo op ons terrasje. Met het zonnetje. Lekker, nou, hè? Lekker, hè? Zijn we lekker aan het genieten. Nooit ontbeten zo buiten. Nee, nooit, hè, hier eigenlijk. Wat ik eerder in de vlog ook al zei, alles is natuurlijk heel anders. Normaal gesproken zitten we altijd in hetzelfde hotel met altijd dezelfde mensen. En nu zijn we met z'n drietjes in een ander hotel. Valt wel ook, hoor. Ja, zeker. De skikleren zijn weer aan. Wow. Zo, Ruud, voor jou is het 2 jaar geleden dat je weer gaat snowboarden, toch? Gezondheidsprobleempjes. Bizar. Ja. Nou ja, we mogen weer. Ik ben benieuwd of het kan. Je past nog? Ja, je schoenen passen nog. Zo, het voelt echt wel weer raar, snowboardschoenen aan. Maar we gaan er weer tegenaan. Normaal zit ons hotel helemaal aan die kant, zeg maar nog aan de andere kant daar van de berg. En dan lopen wij hier eigenlijk altijd bezopen, bijna nooit nuchter. Omdat de kroeg waar we altijd heen gaan, die is daarachter. Dus Ruud, hè? Ja. We zijn een van de weinige keren dat we hier nuchter lopen. Nou, een beetje overdreven. Vaker met een drankje op dan zonder dat. Deze vakantie gaan sowieso alleen maar snowboarden, echt niet van de zon. Ja. Ik wil wel veel horen ook dit weekend, deze week. Hè? Wat dan? Alleen maar besopen gelopen hier. Je weet dat daar de George was, die zuipkroeg. Ja, weet ik. Je weet toch hoe fit het is? Je weet toch hoe ik ben, man? Ja, maar je bent niet iemand die alleen maar besopen ergens loopt, toch? Nee, dat is niet, dat is waar, maar wel hier meestal. Oh, dat komt ook door Bas. Maar goed, we gaan naar boven, dan gaan we spulletjes halen en dan gaan we lekker snowboarden. Yee! Kijken of meneer het nog kan. We zijn boven en we gaan een snowboardje uitkiezen. Ja. Man, voor jou is het 2 jaar geleden, hè? Helemaal, kan ik het nog wel? Ja, dat weten we niet, daar gaan we straks aan komen. Ik heb er echt zin in. Ja, ik ook. Kijk, ik heb natuurlijk ook een GoPro mee, alleen ik heb niet zo'n paal, zo'n stof, weet je wel, waar je zeg maar de GoPro op kan doen. Die is daar wel te koop, alleen die is €65. Dat vind ik dan weer een beetje overdreven. En volgens mij heb je er ook veel goedkoper, dus laten we dat even lekker zitten. Ik heb precies hetzelfde bord als vorig jaar, dat is wel leuk. Dat is toevallig, hè? Niet normaal. En jij, mama ook, mama heeft ook hetzelfde bord als vorig jaar. Ik weet dat mama nooit meer een ander bord gedaan dan deze. Nee, maar deze is wel heel herkenbaar met zo'n tijger erop. Ja. Gaaf hoor, gaaf. Tijgertje. Zo, jongens. Wat een plaatje, hè? Blijft hier. Goed, we gaan de bordjes aantrekken. En dan gaan we weer de eerste afdaling doen. Hey. En voor Ruben helemaal de eerste afdaling. Jij kan het nog wel? Ik hoop het. 2,5 maand geleden maar, dus het zou niet zo, het zou niet zo moeilijk moeten zijn. Maar voor Ruben is het 2 jaar geleden. Daar gaan we. Hoe voelt dat? Eerst maar box, een beetje raar, maar nu is dat weer normaal. Mooi zo. Jongens, het is zo lekker weer. Oh. En dat weertje, het is gewoon bijna warm. Ik ben een beetje aan het zweten zelfs. Ik heb ook mijn jas open gedaan. Zo, hoe beviel de eerste afdaling? Ja, lekker. Ja? Geniet er wel. Ik moest wel weer even rennen. Jij bent 1 keer gevallen. Ja, normaal val ik 1 keer.
in de vakantie. Nou, dat was het eerste. En jij hebt hem ook gewoon gelijk gefilmd, hè? Ik wilde filmen voor Insta en toen precies op dat moment viel mama. En ga je dat dan ook in deze vlog doen of dat niet? Ja, we kunnen wel een klein stukje erin klikken. Anders zeg gewoon, nee, ik ben niet gevallen. Nee hoor. Nee. Ja, ik ga het wel. Nooit. Hier komt het filmpje. Ja. Hey! Die heb ik! Die staat erop! Ik vind het echt... Nu is het gezien. Schandalig. Ja, het is niet anders. Hey, we moeten zeggen, de eerste paar bochten dacht ik even wennen. Tuurlijk, het is even wennen dat je gewoon heel vast zit of zo. Maar daarna is gelijk alsof ik het gisteren nog gedaan lekker, heb. Lekker, ja, hè? Echt lekker. Mooi zo. Gaat lekker, jongens. Ja, daar komen ze hoor. Verdorie. Zo sloom. Hey. Dat is mama. En dat is Hugo. Ik weet trouwens niet of jullie dit goed zien. Maar kijk, er was natuurlijk Sahara zand. Ook bij ons in Amstelveen. Alleen de zijkanten van de piste zijn dus helemaal bruinig. Alsof het helemaal gesmolten is. En de piste zelf is dan helemaal wit. Maar ik weet niet of dat overkomt op camera. Dat zie ik nog niet. Dus als je het wel ziet, leuk. En als je het niet hebt gezien, dan weet je het nu. Zo, en het is even lekker pauze, jongens. We hebben een pauze. Die hebben we wel verdiend, hoor. Ja, goed, hè. Zo, jongens. En het zonnetje hier. Oh. Een vertrouwde skiwasser. Ja, een vertrouwde skiwasser en ik ben benieuwd. Oh ja, jij Cola Light? Ja. Goed zo. Ja, ja, en wat we net ook al zeiden, ik ben heel erg benieuwd of je hier ook een kleurtje kan krijgen. Ik kan het wel gebruiken. Ik ben een beetje wit de laatste tijd. Maar een lekker kleurtje zou top zijn. Dus proost. Zo, goed tafeltje uitgekozen, gast. Hey. Ik ren er gelijk op af. Oh, jij bent zo'n goede jongen, hè? Nee, jongens, ik doe het voor jullie. Oh, jongens, lekker lunchen in de zon. Wat is dit toch genieten, zeg. Je zit misschien wel tussen de sneeuw en in de bergen, maar het is echt fucking warm. Het is echt top. Wat ga je nou zeggen? Je zit toch wel tussen de sneeuw en de bergen. Je zit toch in de sneeuw en de bergen. Toch is het leuk. Ja, en toch is het warm. Ja, maar zeker. Het ondanks de sneeuw is het toch leuk. Ja. Weet je wat ik me afvraag? Voor de leuk toch in deze vlog zit. Ja. Of alleen vrouwen dat hebben, dat ze pijn aan hun voeten hebben na het skiën. Nou, ik heb dat ook. De eerste dag, heb jij het ook? Je hebt ook een vrouwtje, hè? Maar ik heb dezelfde voet als jij. Gewoon van die hele dikke, platte voeten. Dikke, je voeten met een hoge vreef. Ja, dat heb ik en zo. En ook als je op een gegeven moment wel relaxed op je bord staat, heb je ook minder last van. Het knelt gewoon een beetje af, man. Goed, maar het komt goed. Ik denk dat meerdere mensen dat hebben die skiën. Ik heb wel eens beter gedaan. Ik ben al twee keer gevallen. Oh, de wijnkaart. Hey jongens, even een kleine update over de Lambo van Danny. Jullie zagen natuurlijk in de vorige vlog dat zijn Lambo was ondergekast door een of andere idiootje. En ik heb hem wel geblurred. Vond ik wel zo netjes, want het jongetje is volgens mij rond de 12. Het is nou ook weer niet nodig om hem op beeld te brengen. Alleen ik zag heel veel mensen van jullie die zeiden van, yo, gooi hem gewoon online zonder te blurren, weet je wel. Omdat, om gewoon erachter te komen wie het is. Maar als het goed is, weten we gewoon wie het is. Hoe die heet, waar die woont en zo. En Danny heeft contact opgenomen met de verzekering. En de verzekering zei van, yo, ga er niet zelf langs om verhaal te vragen aan de ouders en aan het jongetje. Maar regelt gewoon netjes via de verzekering. Dus die gaan dan contact opnemen met het jongetje. En hij staat natuurlijk op beeld, dus hij kan het niet ontkennen. Maar ik dacht, dan weten jullie dat ook weer even. En nu, lekker genieten en eten. Proost. Op een vakantie zonder papa. Ja. Proost op jou, schat. Als je hem kijkt. Het zonnetje schijnt nog steeds en het is al een beetje het einde van de dag. Laatste afdaling en dan gaan we lekker de sauna in. En het zwembad. Zo, ik heb er eigenlijk hartstikke veel zin in eigenlijk. We zijn weer heerlijk terug in het appartement. En ik heb net alvast een stukje van de vlog geëdit. En hier zit Ruben, de man die weer Insta heeft. We zijn weer druk bezig. Ruben Visser, _R_. We zijn weer bezig. Hoeveel volgers per nu? Wat is de tussenstand? We zitten nu op 631. Wow, zo. Niet normaal, hè? Niet normaal. Erop, maar ik ga even een zwembroek aantrekken en een lekker badjasje aan. En dan gaan wij richting de sauna en het zwembad. Dus let's go! Die moeten we even naar binnen, want dat is niet zo handig. En dan gaan we lekker weg. Zo, kijk eens even. Lekker badjasje aan met Jeezy's eronder, want ik had geen slippers meegenomen. Oh, jongens. Wat lekker, zeg. Heerlijk. Ruben, laat jij eens even een mooie duik zien, jongen. Ik volg je. Ik volg je.
Wat een aso, joh, hé. Je hebt niet eens gedoucht, man, aso. Een hele goede morgen. We zitten alweer in de eerste lift. Omhoog. Heel vroeg. Ja, best de eerste, toch? De eerste lift. Ja, vroeg voor ons, 9:15. Dit is de eerste lift die je kan pakken ongeveer, toch? 9:30. Oké, 9:30. Nou, dan zijn we waarschijnlijk niet de eerste te pakken. Maar we zijn wel vroeg de deur alweer uit. En we gaan even kijken of we ergens de eerste sporen kunnen zetten. Denk het niet meer, maar... Ik zie wel een beetje wolkjes, jongen. Uh-oh. Nou, maar dat is ook aangeven. Ja? Is het bewolkt vandaag? Nee, niet bewolkt. Vies. Nee, dat is niet. Naar mannetje. Maar goed, we gaan weer omhoog en we gaan weer een leuke dag van maken. Dan een leuk man. Ik ruik hem nog niet. Is hij vies? Ja. Dat is gaaf. Eikertje. Zo, daar zijn we weer. Lekker. Het is tijd voor even een tussenstop. Even een drankje doen. En daarna gaan we weer door richting de lunch. Eigenlijk ben je eigenlijk alleen maar aan het snowboarden richting plekken waar je gaat eten of drinken. Nou, heb je al veel gedaan, hoor. Ja, maar ik bedoel, het is wel altijd de bedoeling, zeg maar, dat je naar plekken gaat. Ja, je skiet inderdaad in de ochtend, dan ski je naar je koffieplekje. Ja, en daarna ski je van de koffieplek ski naar je lunchplekje. Ja, maar we zijn ook expres naar de overzijde gegaan, omdat we zo leuke fietsen doen. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou jongens, even wat drinken. Zie hier de beelden. Kijk eens even hoe lekker, een dikke curryworst. Wordt gelijk gestolen. Gelijk gestolen en gewoon knoeien ook nog eens. Jongens, het is tijd om te lunchen. Heerlijk, in het zonnetje weer. Het houdt niet op, het houdt niet op. Wil je groente eten, jongen? Ja, ik eet mijn groente op. Ja, komt goed. Het snowboard is weer aan en het is tijd om te gaan. Mama is een beetje lomp deze vakantie. Je bent de hele tijd aan het vallen. Net wil je je bord aan doen, valt ze daar op haar schouder. Ik blijf er filmen, ze vast ook nog een keer. Ja, ik blijf wel filmen voor de zekerheid. Ja, dat is zeker leuk. Voor de kijkbuis, kinderen. Kijkbuis. Ah, dit ging soepel. Zal ik even weggaan, dat je het laat zien? Niet op je bek, ga helemaal. Nee, het is echt niet normaal met haar, hè. Ik weet niet wat het is, maar mama die gaat heel vaak op haar smoel deze vakantie. Ja, oh, ja, daar gaat ze, wacht, daar gaan we heen. Jezus. En nou heb ik geen bijkspieren, dus kom ik niet overheen. Ja, en je moet snelheid maken voor het pad daar. Ah, oh, sneeuw hierin. Kom maar. Oh, zo toevallig dat we het er ook gewoon nog over hebben, dat gebeurt ook nog. Toevallig. Dit is de rest van het jongens. Dit is allemaal in scène gezet. Ja hoor. Nou jongens, we gaan nog even een paar afdalingen doen en dan gaan we weer ergens in de zon zitten, denk ik. Ja, grappig. Ik ben al 5 keer echt gevallen met snowboarden. Ja, en ik denk 3 keer gewoon met mijn spullen aantrekken. En ik heb al een hele plek op mijn knie. Maar ze is nu mijn vader aan het bellen om te zeggen dat ze het valt. We zijn weer heerlijk terug in het appartementje en het is nog steeds lekker weer. En als je goed luistert... Wacht, komt ie. Hoor je de vogeltjes? Wat een fijn geluidje. Hé, hey, ik hoor nog een vogel. Oh, lekker jongens. Ik ben tussendoor trouwens de hele tijd aan het editen, zodat ik niet op één avond of één dag de hele tijd moet editen. Want het zou een beetje zonde zijn van de vakantie. Goed voor jou, man. Goed, hè? Dus hey, we gaan lekker door. Iedereen is omgekleed, want het is tijd om uit eten te gaan. Ja, het schiet je nu. En we gaan naar een Italiaan, een lekker pastaatje eten. Dus let's go. En jongens, over deze kroeg had ik het aan het begin van de vlog. De George. We kunnen naar... Helemaal los, gaat helemaal los. We gaan even weer daarheen. Even corona ophalen. Oh, even, ja, nee, ja, even corona ophalen. Dat gaan we dus niet doen. Nee. Nee, maar daar gaan wij dus altijd lekker zuipen na het skiën. Oh, kijk eens eventjes wat lekker. Een pasta pesto met garnalen. Jongens, eet smakelijk. We zijn weer aangekomen in het appartement. Maar ik ga lekker in mijn bed liggen, want ik ben kapot. Dus vond jullie nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie vrijdag om 6:00. Joejoe!